En het personeel van de stichting One Stop Shop voor chronische ziekten heeft nu de aandacht van de regering. Zij kregen donderdag bij het indienen van een petitie aan president Ronnie Brunswijk te horen dat hun salaris zal worden uitbetaald. Dit besluit is woensdag goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Ministers. In februari kreeg de stichting te horen dat de deuren dicht moeten vanwege geldgebrek. De vicepresident heeft nu meegedeeld dat het ministerie van Volksgezondheid deze kwestie zal aanpakken en dat er naar oplossingen gezocht zullen worden voor de andere problemen.